daar zullen we weer wat warmer van worden. Je bent dus ook gestopt als international. Wat was je reden hiervoor? Nou, het was een beetje in eerste plaats. Ik heb 4,5 jaar bij het Nederlands team gezeten. Allemaal als tweede keeper, achter Guus. En ja, ontzettend mooie tijd gehad. Echt ja, mooie toernooien meegemaakt. En mooie reizen, prijzen gewonnen. En ook dingen verloren natuurlijk. Maar op een gegeven moment ja, wilde ik toch wel wat meer dan alleen maar op de bank en op de tribune zitten. En dat zat er op korte termijn eigenlijk niet zo in. En ja, dat vond ik steeds minder leuk worden. En daarnaast was ik ook bijna klaar met mijn studie. En ja, vond ik het ook leuk om wat meer daarop te gaan richten. En wat meer op dingen naast het hockey. Dus die twee dingen samen ja, leidden eigenlijk toe dat ik besloot om, ja, om toch eventjes het Nederlands team aan de kant te schuiven. En op andere dingen te richten. Als ik jou zo hoor, dan lijkt het erop alsof je meer bezig bent eigenlijk met een serieuze carrière naast het hockey. Een maatschappelijke carrière. Dan echt vol voor die topsport. Nou, dat klopt enigszins wel. Ik besteed veel meer tijd aan dingen naast het hockey dan het hockey zelf. Aan de andere kant ben ik, sinds ik ben gestopt, ben ik eigenlijk nog wat gestopt met het Nederlands team. Doe ik meer keepertraining dan ik toen deed. Ik doe nu 2 keer per week keepertraining. Ik train 3 keer met Amsterdam. Ik ben nog aan het fitnessen. Dus nu doe ik eigenlijk 2 carrières naast elkaar in plaats van alleen maar focus op 1 ding. En dat bevalt me heel goed. En als het dan straks helemaal ophoudt, hoe zie je jezelf dan? Blijf je hockeyen sowieso? Ja, het lijkt me heel leuk om te blijven hockeyen. Ik zie mezelf alleen niet meer op de goal staan. Ik geloof dat wel meer keepers dat idee hebben. En het liefst zou ik dan in de spits gaan staan. Op elke training sla ik bijna meer ballen op goal dan dat ik er tegenhoud. Dat doe ik nu al. Dat is allemaal ter voorbereiding van de carrière na de topsport. Maar nee, het lijkt me heel leuk om wel door te gaan, maar dan niet als keeper. En lekker in een vriendenteam in de spits te staan. Ja, dan ben je niet de enige, want het is wel een serieus probleem bij de senioren op dit moment. Ja, dat begreep ik. Het is steeds minder mensen willen op goal gaan staan. Je ziet het eigenlijk ook wel veel in hockeykrantjes van keeper gezocht. En voor elk team eigenlijk al. Ja, ik vind het ook wel logisch eigenlijk. Ik kan me iets bij voorstellen. Waarom dan? Nou, het heeft denk ik een beetje met 2 dingen te maken. Ten eerste een beetje het imago. Mensen die niet zo heel veel sporten, die zien het keeper toch als iets behoorlijk statisch. En je staat veel stil. En ja, is het wel sport? Weet je, doe je wel veel. En ik kan mezelf ook wel een beetje indenken als je 1 keer per week hockeyt, dat het misschien ja, dat je alleen maar op goal staat, dat je meer wil bewegen. En het andere is het denk ik dat het zeker met hockey is toch, je krijgt veel harde ballen op je af. En ik heb al best vaak dat ik een bal op een plek krijg dat niet fijn is en daar kleine blessuretjes van heb. Maar op wat lager niveau hebben de keepers minder goede spullen, zijn de mensen die kunnen even hard slaan, maar zijn net wat minder gecontroleerd. Dus is het ook gewoon wat enger en net wat gevaarlijker, denk ik. En ik denk dat ook veel mensen afschrikt om op goal te gaan staan. Maar goed, het is wel een echt probleem. Want er zijn gewoon geen vaste keepers bij de senioren. Sterker nog, ik denk dat het voor veel teams is een keeper bijna essentieel om te winnen. Als je een goede keeper hebt, dan kun je potten gaan winnen. Of eigenlijk is het andersom. Als je een slechte keeper hebt, dan win je gewoon niet. Dan kan je nog zo'n goed team hebben. Maar als er niemand op de goal staat, ja, dan is het, houdt het op. Dus het is ontzettend belangrijk dat je mensen motiveert en stimuleert om op goal te gaan staan. En ik denk dat een van de dingen die daar echt mee kan helpen is dat de clubs zorgen dat de keepers gewoon echt goede spullen krijgen. En dat is best wel een investering, want het zijn dure spullen, zeker met hockey. Maar ja, anders dan willen mensen gewoon niet op goal staan. Dus als er goede spullen zijn en het gaat straks goed in het team bij de senioren, dan blijf je toch op het doel staan? Nou, ik kan me voorstellen dat het er af en toe een wedstrijdje misschien wel in zit. Maar ik heb natuurlijk zelf zoveel ballen gestopt dat ik het ook wel leuk vind om die ballen erin te slaan. Doelpuntjes maken. Ja, dat wordt het hoog tijd voor, ja. Hoe lang ga je nog door? Dat vind ik heel moeilijk om in te schatten. Ik vind het nu ongelooflijk leuk. Ik vind het bij Amsterdam gek genoeg bijna nog elk jaar leuker worden. Dus ik zie mezelf voorlopig nog niet stoppen. Maar aan de andere kant, ik zei al, het is mijn 10e seizoen. En ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment in 1 keer het helemaal de knop omgaat. Maar voorlopig zijn ze nog niet van me af. Wanneer de drang naar doelpunten van jouw stik te groot wordt, dan gaat Klaas Vering het doel af. Ja, dat is misschien wel een goede samenvatting. Ja. Ja, als het tijd wordt om te scoren, dan gaan de lekkers uit.